Goeiedag. Het is een bijzonder jaar 2023. Het is recordnat en het is ook recordwarm. En dat het recordnat is, dat zien we vooral in deze tijd. Want ja, hoog water, veel water buiten de rivieroevers getreden. Hier houdt het pad ook zomaar op. De komende dagen blijft het toch echt nog wel wisselvallig en er komt nog meer regen aan. Vandaag hebben we al regen gehad, komende avond is er ook nog regen. En morgen dan is het grotendeels droog, maar de dagen na blijft het dan wel weer wisselvallig. We gaan eens even kijken naar de weerkaarten voor de komende periode. En ik zet maar weer eens de straalstroom aan de jetstream, die band met hoge windsnelheden, zo'n 10 tot 12 kilometer boven ons hoofd. En die hoogste windsnelheden zien we ook vaak boven onze omgeving terug. En dat betekent dat we met heel actief weer te maken hebben, met westcirculatie, waarin depressies vanaf de oceaan van tijd tot tijd over Groot-Brittannië richting de Noordzee trekken en voor die regen zorgen, die storingen, maar soms ook veel wind. Daar hebben we bijvoorbeeld morgen mee te maken. Maar ook rond de jaarwisseling ziet het er eigenlijk best wel onstuimig uit. Een jetstream dus boven ons hoofd. En ik gaf het al aan, dan heb je vaak actief weer aan de grond. Hier zien we dat ook. Woensdagmiddag een fors lage drukgebied. Een stormlaag zelfs voor Schotland en ook voor Ierland. En dat lage drukgebied dat trekt langzaam maar zeker richting het oosten. We hebben deze ochtend regen gehad. Dat regengebied is naar het noorden weggetrokken. Maar we zien nog een neerslagband. Die gaat vanavond passeren. Dus dat betekent dat het vanavond ook weer tijdelijk nat is. Morgen, ik zet hem even snel op pauze, dan een grotendeels droge dag. Misschien een enkel buitje, maar grotendeels droog. En veel wind. In de avond neemt de kans op buien dan weer toe. Dat zien we hier gebeuren. Dat trekt dan ook weer over. Vrijdag ook een buiig weerbeeld. Nog steeds het lage drukgebied bij Noorwegen. En dan zien we op zaterdag 30 december... een nieuw lage drukgebied aankomen bij Ierland en Groot-Brittannië. En dat lage drukgebied dat trekt langzaam maar zeker ook naar de Noordzee toe. Daarbij weer storingen om ons heen. Dit lijkt heel erg op het plaatje zoals we dat deze middag zagen, bijna een kopie. En dan zien we ook dat tijdens de jaarwisseling, zet ik hem gauw pauze, ja, dan zien we dat dat lage drukgebied ook voor ja, onstabiel weer gaat zorgen met regen en veel wind. Het is inmiddels al nieuwjaarsochtend 5 uur. Dan is het nat, veel wind staat er dan ook nog steeds. En als dit kaartje uit gaat komen, dit plaatje, dan moeten we er toch rekening mee houden dat vuurwerk afsteken, zeker ook in de kustgebieden, in de kustprovincies, toch echt wel een probleempje kan zijn, omdat daar veel wind wordt verwacht met windstoten. Nou, het is nog een paar dagen weg. Misschien schaaft het nog een beetje bij, maar vooralsnog ziet het er zeer onbestendig uit. En dan heb ik het allemaal over dit lage drukgebied. En dan ziet u het al gebeuren, er komt er alweer een nieuw lage drukgebied aan. Het is gewoon heel eentonig, maar heel dynamisch. 2 januari, als u dacht, ga even een lekkere wandeling maken op basis van deze weerkaarten, dan zeker toch wel de paraplu mee. Ook dus de eerste week van het nieuwe jaar ziet er gewoon ronduit wisselvallig uit. Goed, we gaan naar de kaarten voor vanavond, woensdagavond. Dan is het nog even regenachtig als die storing passeert. En we zien al dat er flink wat wind staat. Een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richtingen. De nacht die verloopt dan droog en morgen overdag. Nou, dan denk ik ook dat het grotendeels droog zal zijn. Misschien een enkel buitje, maar verder toch droog weer. Pas in de avond dan komt die nieuwe storing weer. Temperatuur 10, 11 graden, maar wel veel wind. Er staat boven land gewoon een vrij krachtige wind, windkracht 5. Aan zee is de wind hard, soms piekend aan stormachtig. En met name in die kustgebieden en ook in het Waddengebied, daar kunnen toch wel weer flinke windstoten gaan voorkomen. De dagen erna dan, die kan ik u ook laten zien. Nou, wat ik misschien toch even leuk vind nog, is om het detail de wind te gaan bekijken voor dat weekend dat oud en nieuw gevierd gaat worden. Dit is dat lage drukgebied. We zitten op zaterdagmiddag en dan zien we dat lage drukgebied hier naartoe trekken, naar het oosten, naar de Noordzee. En dan zien we ook het geel-oranje. En dat is toch echt wel een forse wind daar aan zee en op de kust, hoor. En ook boven land, de groene tinten, dat is gewoon een krachtige wind. Dat is echt veel wind om vuurwerk af te steken. Je moet dan echt op een goede beschutte plek staan als dit allemaal uit gaat komen. Want dat levert problemen op. En dat niet alleen, waarschijnlijk is er dan ook nog nattigheid bij. Goed, de prognose dan. Wat zien we? Wisselvallig weer, daar heb ik het uitgebreid over gehad. We zien ook dat de temperatuur langzaam maar zeker iets lager gaat worden. Maandag, dinsdag rond de 7 graden. Ook veel wind nog steeds in de verwachting, ook dat hebben we genoemd. Als we dan naar de trend gaan kijken, naar de temperatuurpluim, dan zien we wel dat die temperatuur volgende week langzaam maar zeker wat lager gaat uitkomen.
Misschien zelfs wel weer wat vorst aan het eind van volgende week. Het is niet helemaal uitgesloten. We zien ook wel dat er heel veel onzekerheid is. We zien heel duidelijk die donkere band eromheen, dat het ook nog wel alle kanten op kan gaan. Maar ja, dat past een beetje in de pluim. Wat eigenlijk ook wel direct duidelijk is, is dat tot en met het weekeinde die verwachting wel vrij zeker is. We zien dat in alle modellen toch wel terug. Nog even naar de neerslagkansen tot slot dan. U ziet het, we gaan nat dit jaar uit en we gaan ook nat het nieuwe jaar in. Later in de periode mogelijk wat minder neerslag. De kansen worden dan wat lager. Goed. Een wisselvallig patroon dus de komende dagen. Als u dit soort weersverwachtingen interessant vindt, we maken ze vrijwel dagelijks. Abonneer u op ons YouTube-kanaal en u krijgt dagelijks weersverwachtingen, maar ook allerlei andere uitlegvideo's. Ik wens u een fijne dag.